Hier aan het Stadspark bij de Tapijnkazerne bevindt zich de kleinste koffiebrander van Nederland. Jawel, gewoon in Maastricht. Maar liefst 9 vierkante meter, inclusief een enorme koffiebrandmachine. Als je aan de achterkant van het werkgebouw gaat, dan vind je daar een raampje en dat is Charlie's Coffee. En Charlie maakt sinds december hier lekker verse koffie. Maar ja, toen kwam corona. En wat ging die toen doen? Ik ga dus even aan hem vragen. Ik ben koffiebrander altijd geweest en ik denk, nou, ga voor mezelf doen. En ik zocht een ruimte en vond die hier in een werkgebouw. En die moest ik zelf indelen. Nou, het was 9 vierkante meter in totaal. En ik denk, nou, dat gaat me lukken. En dan heb ik tevens een leuke binnenkomen, want zo ben ik de kleinste koffiebranderij van Nederland geworden. Zonder brander kun je niks beginnen. Dus er moest in ieder geval genoeg ruimte zijn om die machine erin te passen en dat ging goed. Welkom. De koffiebrander naast de koffiebrandmachine, essentieel voor mijn werk, want door deze machine kan ik hele fijne groene bonen branden tot perfecte mooie bruine koffie. Trommeltje, bonen draaien gelijkmatig, vlammetje eronder en ik kan mijn werk goed doen. Dus van belang voor mij, dit is de hart van het bedrijf. Klopt dit niet, dan kan ik niks. We rolden eigenlijk in de slechtste tijd op de markt, begonnen we in de wintertijd. Maar goed, daardoor hebben we nu wel een vaste plek gekregen. Maar ja, toen kwam corona en we hebben één geluk, we zijn een eenmanszaak. We zitten hier niet in de hoge huursector, dus we kunnen in ieder geval door blijven gaan. En we zijn ook vastberaden om dat te blijven doen. We hebben een actie bedacht, die heet kortingsactie COVID-19 en we hebben een samenwerking gezocht met het Romme Doeken en met Patisserie Noblesse op Schouderweg om bij de mensen in ieder geval ervoor te zorgen, toen ze nog niet het huis uit mochten, dat ze in ieder geval voorzien konden worden van brood, beleg, kaas en natuurlijk koffie. Nu komen vaak mensen dat hier afhalen. Ja, we zijn dinsdag, woensdag, donderdag hier geopend, tussen 10 en 6 en op vrijdag op de markt in Maastricht.